U kent het wel, van het prikbord in de supermarkt, of uit de krant. De een is op zoek naar een bepaald boek, een ander biedt pasgeboren katjes aan, gratis af te halen. Wie zijn de mensen achter vraag en aanbod? Vandaag een kleine kijk in het leven van Monique Groenland uit de Dagvlinderstraat in Eindhoven. Ze is al jaren bezig met een stamboomonderzoek. Onlangs liet ze een advertentie in het Eindhovens Dagblad plaatsen. Ik ben een stamboomonderzoekende. Waarom? Omdat ik dat gewoon heel interessant vind om te weten wie mijn verre voorouders zijn. Wat? Waar de roots eigenlijk vandaan komt. Wat betekent familie voor jou? Belangrijk. De band die je er ook wel mee hebt. Vind ik wel belangrijk. Waarom? Het is je familie. De 37-jarige Eindhovense woont nog thuis, bij haar ouders. Ze werkt bij de Ergon-bedrijven. Na onder meer de Lomschool en de toenmalige huishoudschool vond Monique er 15 jaar geleden employ. Tegenwoordig werkt ze op een coatingsafdeling. Wat doen jullie daar? Wij worden allemaal materialen van auto's worden daar gespoten en worden opgerekt, ingepakt. En dan worden die verzonden naar de klant. Je bent groepsleidster, ben je daar trots op? Ja, daar ben ik wel trots op, ja. Waarom? Ja, omdat ik toch in die tijd toch dat heb bereikt. Jij bent geboren en getogen in Eindhoven? Ja, klopt. Wat vind je van Eindhoven? Saai stad. Oh? Ja. Leg eens uit. Ja, er is eigenlijk niet echt veel te beleven in Eindhoven. Als je dan naar die grotere steden gaat kijken, daar heb je veel meer te beleven dan hier. Dus jij houdt wel van een bruisend leven? Nou, bruisend. Ik vind het gewoon leuk om ergens naartoe te gaan waar er echt iets leuks te doen is. Noem eens iets. Net zoals bijvoorbeeld, wij gaan wel eens naar Deventer, naar de boekenmarkt. Dat is één keer in het jaar, nou, dat vind ik kei leuk om te doen. En wij komen daar wel vaker, omdat er wel meer leuke dingen te doen zijn. Je woont hier thuis met je ouders. Ja. Verlang je nooit naar een eigen gezinsleven met een man en kinderen? Ik ben wel bezig om wel zelfstandig gaan wonen, ja. Oh, vertel eens. Ja, daar ben ik al een paar jaar mee bezig. Ja, hoe moet dat eruit gaan zien? Ik wil dus het liefst eigenlijk een appartementje. Wat trekt jou aan in Escher of in zijn werk? Ja, hoe die man op zich, hoe die het tekent. Hoe die die schilderijen en tekeningen voor elkaar kan krijgen. Nou, wat doet het met jou dan? Ja, ik vind dat gewoon mooi om dat te zien en de boeken ervan te lezen, schilderijen te zien. En je houdt van Otten zien? Ja, daar hou ik ook van. Dat is een beetje eigenlijk meer ook je jeugdherinnering. Je moeder die heeft een spierziekte. Ja, dat klopt. Ben je niet bang dat het erfelijk is? Echt bang ben ik er niet voor. Maar ik vind het wel belangrijk om te kijken of ik het misschien ook heb. Oh, en wat doe je daaraan dan? Nou, ik ben dus momenteel naar een onderzoek. Kijken of ik misschien de erfelijkheid kan hebben ervan. Ik ben dan een paar keer in het ziekenhuis geweest voor onderzoeken. Dan moet ik binnenkort naar Rotterdam. Om daar een spierbiop op te laten doen. Was het leukste dat je ooit is overkomen? Het leukste wat er is overkomen in mijn leven, dat ik naar die functie heb, groepsleidster.